Als je aan mij vraagt, ja, wat doe jij dan op maandagochtend om 1:30? Dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik in de tuin sta. Ik zet even op 2 stappen. Dan kan ik jullie meenemen in het verhaal van onze tuin. Motherfucker, is er weer motherfucker? Fucking wesp. Ik wil jullie dan graag wel een stukje meenemen, omdat jullie... Ja, jullie zijn altijd zo geïnteresseerd in mijn tuin en het reilen en zeilen ervan. Ja, de oplettende kijker onder jullie, die zal het wel opgevallen zijn. Van de week hebben we even de tuin grondig aangepakt. Deze bijvoorbeeld. De tuinset. Stond eerst hier, waar nu de trampoline staat. En de trampoline, die stond daar. En zie je de barbecue daar? Die stond ook hier. Die stond hier. Achter de trampoline. Maar de trampoline stond er toen nog niet. Dus de barbecue die stond hier. Waar er dus trampoline staat. Maar die er nog niet stond. En daartegenaan stond toen de tuinset. En we hebben hem weggehaald. En allemaal spinnen kwamen eronder vandaan. En pissebedden. En echt kankerveel zand. Dus dat heb ik allemaal weggehaald. En hier heb je die bakken. De Boeddha. De Boeddha, zie je? Die staat, je moet niet denken, oh, daar groeit een Boeddha in je moestuin. Want die kunnen wel groeien, maar niet in moestuin. Ja, ze kunnen ook in moestuinen groeien. Ik bedoel, als jij verlicht wil gaan lopen doen in een moestuin, dan moet jij dat lekker weten. In plaats van op een berg. Ik zou liever op een berg zitten, anders zit je daar en allemaal mensen om je heen. Dan denk je, kanker alsjeblieft op, man. Ik zit hier een beetje... in de waarheid te viben. En dan kom jij met je onzin om me heen. Dat vogelhuisje hebben we eigenlijk niks aan gedaan. Heb je daar die bakken. Dat is wel leuk om jullie even mee naartoe te nemen. Want die bakken, die hebben we van daar hebben we die hierheen gehaald. En die staan nu hier. Tegen die andere bakken aan. Waardoor ze meer op de voorgrond staan. Als je denkt van, hey, die bakken stonden toch daar. Maar die staan nu hier. En ja, die staan er wel goed, denk ik. Tenzij we denken van, nou, die staan er niet goed. En dan gaan we ze weer ergens anders naartoe slepen. Maar daar heb ik nu even geen zin in. Ik ben 4 dagen mee bezig geweest. Nou, en hier hebben we dan de barbecue. Waar ik net al over sprak. Staat onder een hoes. We hebben hem gisteren wel gebruikt. En die deed hartstikke goed. Ja, weet je, die opwarming van de aarde moet ergens vandaan komen. En ik draag daar graag mijn steentje aan bij. In het kwadraat. Huis op vakantie, Vincent. Hallo. Ik vond 4 dagen wel een beetje lang. Om me bezig te houden met het verplaatsen van spullen in een tuin. Maar aan de andere kant dacht ik van ja. Ik heb toch geen tering te doen. Dus ik kan net zo goed spullen verplaatsen. En dan zie ik jullie allemaal wel denken hoor. Dat je gelijk een oordeel over mij hebt. Maar ja, ik barbecue wel eens. En ik weet wat voor consequenties eraan verbonden zijn. Maar net als deze zomer. Ja, echt lekker weer is het niet. Dus ik denk, nou, dan steek ik die barbecue aan. En ja, voor je het weet is het 30 graden de dag erna. Ik vind het leuk te aangaan, man. Maar ik zit deze hamburger niet van mezelf te eten, grote vriend. Of omdat de stapel kort van bij de kruisvat was. Die eet ik voor jullie. Zal ik je zo vertellen? Ik vind hamburgers helemaal niet lekker. Gadverdamme. Als jullie gewoon wat meer met de fiets gaan, dan hoef ik dit allemaal niet te doen. Ik liever gewoon een wortel of zo of een krekel. Nee. Ik hoor jullie morgen wel, als jullie lekker op het strand liggen te bakken in de zon. Bedankkaartjes kan je naar mijn adres sturen. Motherfucker. Dat is echt afzien. Jezus. Dus nu weten jullie waar dat vandaan komt. Hashtag Vincent, wat ben je toch een topper, bedankt. Want Vincent, wat ben je toch een topper. Bedankt.